Tegen 11:30 kwam er een melding binnen bij de meldkamer en dat er waarschijnlijk een bliksem was ingeslagen. Jullie kwamen hier aan. Wat zagen jullie precies? Nou, we zagen deze passagierstrein. Er zaten 35 personen in en een machinist. En de machinist bleek gewond te zijn. Die is ook met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De passagiers, hoe was het daarmee? Nou, de passagiers zijn natuurlijk ook allemaal wel geschrokken. Maar op zich waren ze er allemaal nog best goed onder. En inmiddels zullen ze in Apeldoorn zijn aangekomen. Want ze zijn met een speciale trein naar Apeldoorn toe vervoerd. Kun je daar nog even iets over vertellen? Ja, dat kan. Dat is een dieseltrein, omdat natuurlijk alle stroom van de bovenleiding is gehaald. Dus is een dieseltrein uit de richting Apeldoorn gekomen. En de passagiers zijn vanuit de gestrande trein overgestapt in de dieseltrein.